Het Eindhovense bedrijf VDL neemt autofabriek Netcar over. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. Vanaf het derde kwartaal in 2014 rollen in Born minis voor BMW van de lopende band. Door de overname kunnen de 1500 werknemers hun baan behouden. Het idee sprak de trotse VDL-eigenaar Wim van der Leegte maandagochtend in zijn kantoor, terwijl de felicitaties binnenvlogen. Mogen wij u feliciteren? Ja, natuurlijk mag je mij feliciteren. Het is vorige week vrijdag alles getekend. En het is dus nu hartstikke definitief. Dus het is natuurlijk fantastisch om Netcar over te mogen nemen. En het is voor Netcar fantastisch dat dat bedrijf zich continueert. Een prachtig bedrijf, veel automatisering en dat gaat door. Waarom heeft u ervoor gekozen eigenlijk om Netcar over te nemen? Ja, dat begon uit de emotie. Het begon op 6 februari toen ik op de tv zag dat de mensen naar huis moesten en er geen toekomst meer waren en allemaal natuurlijk bijzonder teleurgesteld reageerden. Toen lag ik wat wakker en toen heb ik 's nachts nog een sms naar de directeur gestuurd of we niks konden bedenken daarop. Heeft hij een afspraak met mij gemaakt een week erop. En toen bleek dat hun in gesprek waren met BMW. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je een klant hebt. Nou, vervolgens is Netcar met ons naar BMW gegaan. En toen is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Ja, dan heb je nog een heleboel onderhandelingen te doen met Mitsubishi, BMW, met de overheid spreek je. En met de medewerkers en de vakbonden en dat is allemaal afgerond. VDL gaat 50 miljoen euro investeren in de fabriek. Het is misschien ook een moeilijke klus om te doen, maar we moeten in ieder geval proberen. En de omstandigheden waar we nu in zitten, met denk ik de beste klant van de wereld, die zijn natuurlijk verdorisch positief. Maar ja, het is ook een economische crisis, zou ik kunnen zeggen. Laat maar lekker liggen. Ja, maar goed, BMW verkoopt 7% meer auto's, dus die moeten gemaakt worden. Dus ik zeg, het is een economische crisis, dus een geweldige kans en een uitdaging. Waarom VDL de overname maandagochtend niet uitgebreid vierde, leest u dinsdag in het ED.